Je kan op het erf van het verbond leven, om het in onze taal te zeggen. Maar nog een vreemdeling zijn van de genade van het verbond. Ja, dat hebben wij in onze kerken toch altijd geleerd. Dat er twee soorten verbondskinderen zijn. Alle kinderen van het verbond worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij worden geboren op het erf van het verbond. Maar nu is het nodig dat die verbondskinderen niet in hun ongeloof en onbekeerlijkheid volharden waarin ze geboren zijn, maar tot bekering en geloof komen. En dat bedoelt David in Psalm 95. Als hij zegt, heden, in dit heden van de genade, zo verhardt uw harten niet. Bekeert u. En zet dan in gedachten maar een streepje onder dat woord. Verhardt uw harten niet. Wat is ongeloof? Volgens David in Psalm 95. Volgens het onfeilbare woord van God. Dat is dat je je hart verhardt. Kijk, als je jong bent, is je hart ook hard. Wij kunnen het rijk van God niet binnengaan, tenzij wij opnieuw geboren worden, zegt de doopformulier. Maar in zekere zin, als je jong bent, is je hart nog gevoeliger. Als je ouder wordt en voortgaat zonder bekering en geloof, wordt je hart steeds harder, steeds meer van steen, steeds ongevoeliger, steeds onbereikbaarder voor het welmenend aanbod van Gods genade. Hoe lang bent u al doorgegaan op de weg van ongeloof en verharding? Tel het eens na. Hoeveel tientallen, honderdtallen, duizenden preken hebt u al gehoord? En nog niet verbroken. Dan zegt onze tekst het heden. Indien ge mijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Alstublieft, terwille van uw ziel en zaligheid, zoek de Heere in dit heden der genade.